De Bonifatiusparochie in Dokkum is na afgelopen weekend in shock. Daar is de beroemdste bewoner van een traditionele kerstal ineens verdwenen. Hans, wat is hier precies gebeurd? Zaterdagnacht hebben ze Jezus gestolen. Die hebben ze meegenomen. En ze hadden er ook iets voor raars voor in de plaats gelegd, hoor ik. Ja, er lagen bierflessen in de stal. Dus waarschijnlijk hebben ze met een dronken hoofd geruild. Maar ja, het is niet een heel eerlijke ruil, vind ik. Ja, precies. En het is dus waarschijnlijk iets van een daad van vandalisme? Ja, het is een baldadigheid, want ze hadden ook hekjes vernield en het groen wat erop lag was eruit gehaald. Dus we zien het niet als een oudjaarstunt, maar echt als baldadigheid. Ja. Nou, hoe willen jullie Jezus weer terug gaan vinden? Ja, we hopen dat iemand zo eerlijk is die zegt van ik kreeg spijt en ik heb hem ergens neergelegd, leg hem maar terug. Hij staat hier nog tot oudjaarsdag de kerststal. Dus dat is onze hoop. En hadden jullie ook een beloning uitgenomen? Ja, we hebben er 50 euro op gezet. Het is natuurlijk een spreekwoordelijk bedrag, want het is niet uit te drukken in geld. Je kunt er heel veel geld op zetten, maar we willen hem gewoon heel graag terug. Ja. Ja, ik zou zeggen van iemand die spijt heeft, kom deze kant op, leg hem weer terug. Tot oudjaarsdag staat hij hier. En we zullen daar geen aangifte doen.